Het is een triest zicht, hè, die dode zeedieren op het strand. En het lijkt ook steeds vaker te gebeuren. Walvissen, dolfijnen, zeehonden, soms zelfs orka's die te dicht bij de kust komen en dan op het strand terechtkomen. Die dieren horen hier niet thuis. Als ze hier terechtkomen, dan is er toch serieus iets mis. En wat er precies mis is, waarom die dieren hier stranden, dat zoekt morfoloog Pieter Cornille uit. Helaas aangevaren door een schip, verdronken, waarschijnlijk bijvangst. En bij autopsie bleek dat de maag volledig vol zat met plastic. Dus het dier is gewoon verhongerd. Wij van de Universiteit van Vlaanderen kregen van Pieter een rondleiding in het Morfologiemuseum van de UGent, waar ze de skeletten van de aangespoelde dieren ook bijhouden. En we zijn er ook te weten gekomen wat deze meloen met dode zeezoogdieren te maken heeft. Waarom raken walvissen en dolfijnen steeds meer de weg kwijt? Er zijn verschillende redenen waarom die dieren aanspoelen. Sommige zijn heel gemakkelijk te achterhalen als wij lijkschouwing uitvoeren, maar in een aantal gevallen is dat veel moeilijker. Als we naar de dieren hier achteraan kijken, we zien een grind die vormde onderdeel van een groep van 10 die in Calais een aantal jaren terug is aangespoeld. Die dieren waren kerngezond op het moment van aanspoelen. Sommige leefden nog. En de spitsnuitdolfijn ernaast is dan wel alleen aangespoeld, maar in hetzelfde jaar hebben we er nog eentje gevonden. Maar het zijn dieren die normaal hier niet voorkomen, die veel dieper in zee moeten leven. En als we ze hier terugvinden, dan kunnen we enkel maar aannemen dat ze verdwaald zijn. Heel wat van die dieren raken trouwens de weg kwijt doordat er te veel lawaai is op zee. We doen heel wat op zee. Hè. Windmolenparken bouwen, bloorplatformen plaatsen, militaire oefeningen. En daar lijkt er toch een verband te bestaan tussen strandingen van dieren en die militaire oefeningen. En als je zou afvragen waarom, dan moeten we beseffen dat dieren, net als dolfijnen, walvissen, heel gevoelig zijn voor geluid en ook geluid nodig hebben om te overleven. Zij zien als het ware met geluid, zij produceren geluid. We kennen dat als echolocatie om hun prooien te vinden. Zij communiceren. De wereld rond hen bestaat uit geluid. Ho, wacht even. Echolocatie, zei je? Wat is dat precies? Onder echolocatie verstaan we dat het dier een geluidsgolf gaat produceren. Het is een heel hoge toon, wij kunnen dat als mens niet horen, het is ultrasoon. En die geluidsgolf wordt gericht uitgestuurd, waardoor het dier kan zoeken en ruimtelijk bepalen waar het zich bevindt. Die geluidsgolven die gaan dan botsen op de omgeving, een rots, een zandbank, een prooi, zoals een vis, en gaan terugkaatsen. En op basis van die teruggekaatste golven kan de dolfijn bepalen hoe ver de prooi zich bevindt, of er obstakels zijn, hoe lang het duurt om er te geraken en vindt hij zo zijn weg in een donkere oceaan terug. Maar dat is toch bizar, hè? Dat een dolfijn dat kan? Want heb je al eens onder water iets proberen te zeggen tegen iemand anders? Je moet heel goed je best doen om daar ook maar iets van te verstaan. En een echo van wat je zei ga je al helemaal niet gehoord hebben. Maar dolfijnen, die kunnen dat dus wel. Ze doen dat op een heel andere manier, hè, omgaan met geluid zoals wij dat doen. Als we al even naar de schedel van een dolfijn kijken, dit is van een tuimelaar, dan merk je dat de eigenlijke neusopening, zoals wij die kennen, van vooraan op de snoet helemaal teruggetrokken is naar de plaats waar we het spuitgat terugvinden. En het is op deze plaats dat de bron van het geluid en de echogolven zit. Hier zijn een aantal kleine luchthoudende kamertjes die fonische lippen kunnen aansturen. Lippen die heel hard tegen elkaar kunnen slaan, trillingen veroorzaken. Veel hoger dan wij kunnen horen. En dit is het echogeluid dat het dier wil uitzenden. En dat geluid reflecteert op alles, voornamelijk op de schedel, maar dan heeft een dolfijn iets heel bijzonders. Mocht je afvragen wat dit ding hier doet, ik heb een meloen meegebracht. Het dier heeft immers een orgaan hier vlak voor liggen, aangeduid als de meloen. Maar de meloen is eerder een vettige substantie, een taai vet dat we aanduiden als akoestisch vet en het geluid heel gericht kan focussen. Het werkt als een lens en het dier kan het geluid heel gericht uitsturen, zijn omgeving aftasten. Als dat geluid botst op een prooi, dan keert dat terug, een echosignaal. En dat signaal kan dan door het dier opgevangen worden met gans het lichaam. Dus een dolfijn die hoort niet met zijn oren, maar met zijn hele lichaam. Hoe doet hij dat dan? Dolfijnen doen dat met hun onderkaken. Dus het geluid valt binnen op de onderkaak en die liggen
heel dicht tegen het oor aan. Zij gaan verbinding zoeken met het oor dankzij een soort akoestisch vet, opnieuw dat de brug maakt tussen beiden. En dan zien we onderaan de schedel twee oorbeenderen die volledig los liggen. Ze liggen volledig omgeven door een laagje lucht en die kunnen los meetrillen zonder de schedel in beweging te brengen. Het geluid valt in op de kaak, doet dat oorbeentje dankzij dat vet meetrillen als een soort stemvork. Daardoor kan het dier signaal opvangen en echt wel waarnemen wat een rots is, wat een prooi is, waar die zich bevindt. Het is een heel gevoelig systeem, waardoor het toch best wel jammer is dat de zee de laatste tijd zo lawaaierig geworden is. En met lawaai in de oceaan bedoelt Pieter dus onder andere die boorplatformen en die militaire sonar op zee. Geluid dat wij niet horen wanneer we aan het snorkelen zijn, maar die zeedieren dus wel. Ja, we staan er misschien niet bij stil, omdat we het zelf zo niet ervaren, maar de laatste tijd is de oceaan een heel lawaaierige omgeving geworden. We zijn er zelf voor verantwoordelijk. We varen met schepen met zware motoren rond, we plaatsen windmolenparken, booreilanden, die militaire oefeningen. En het probleem is dat geluid in water vele malen krachtiger is. We zetten water in beweging, dat is een zware massa in vergelijking met de lichte lucht die trillingen overdraagt. Dus die trillingen in water zijn zwaar, hebben een veel groter bereik en hebben een veel groter impact op een lichaam, zoals dat van een dolfijn of een walvis, eender waar die zich bevindt in die oceaan. Hoe luid is dat dan allemaal voor die dolfijnen? Even luid als dat je je oren naast de box van de mainstage op een festival legt? Als ik een vrije interpretatie mag doen met wat wij als mens kunnen ervaren, als je dan naar een festival gaat, dan denk ik hoofdzakelijk aan die zware bassen die je heel ver dragen en die je ook dwars doorheen je lichaam voelt daveren. Dat is leuk op een festival, voor eventjes, maar als je een kilometer verder in je bed ligt te hoelen en de slaap niet kunt vatten, dan heb je wellicht ook wel de ervaring die een dolfijn heeft als er continu dergelijk lawaai in zee heerst. Een ander lawaai dat ook wel ons lichaam in beweging brengt, is misschien een hogere frequentie, zoals een krijtje dat op een bord schuurt. En dat zou ik meer vergelijken met die sonars, bepaalde sonars van militaire oefening. Dat is zo'n frequentie die heel onaangenaam is, heel luid gaat, blijft duren. Dus die dieren worden er horendol van en kunnen niet anders dan wegvluchten, weg van het lawaai. Bedoel je nu dat de sonar van militaire schepen de reden is dat er zoveel dolfijnen en walvissen aanspoelen? Het verhaal zit toch wat complexer in elkaar, omdat het geluid verschillende effecten kan hebben op het dier. Het meest voor de hand liggende, iets wat wij ook zelf ervaren, is als het gewoon te luid gaat, dan treedt er gehoorschade op. En die gehoorschade is permanent. Dieren die enorm afhankelijk zijn van hun gehoor voor de jacht en voor hun oriëntatie, die kunnen niet overleven als dat systeem uitvalt en die zijn inderdaad gedoemd. Vandaar dat ze zo snel mogelijk proberen weg te vluchten van overdreven lawaai. En dat is echt letterlijk te nemen. Het is een schrikreactie en zij zwemmen in rechte lijn weg van de bron van het geluid, ongeacht waar naartoe. En ze kunnen zo in onbekend terrein terechtkomen. Wateren waar geen prooien, geen vissen in voorkomen. Of ondiepe gebieden, kustgebieden met stranden en rotsen en allerlei gevaarlijke structuren, waardoor zij veel makkelijker, ook in gezonde toestand, en dan denk ik bijvoorbeeld aan onze grinden, gaan stranden omdat ze daar in de problemen raken. Er is nog een derde component en die is heel duidelijk bij onze diepduikende dieren. Denken we aan onze spitsnuitdolfijn. Als die jagen op een diepte, laat ons zeggen, een kilometer, en die worden daar weggejaagd door geluid, dan gaan zij ook proberen naar het oppervlak te komen. Ook uit schrik, vaak te snel. En wie diep duikt, en dat kennen we als mens ook, en te snel naar het oppervlak komt, die kan last krijgen van duikersziekte. En ik vergelijk het altijd graag met een fles spuitwater. Ga je heel diep onder water, dan komt je lichaam onder druk. En onder druk gaat het gas in je lichaam heel makkelijk opgelost worden in je bloed, in de weefsels, in weefselvocht zoals spuitwater. Het moment dat die druk wegvalt door heel snel te stijgen, is net hetzelfde als de fles spuitwater openen en dan komen er talrijke belletjes vrij. En die belletjes die zijn heel dramatisch voor het dier. Zij kunnen zodanige
omvang om opnemen, dat zij weefsels gaan beschadigen, openscheuren. Ze kunnen de bloedbaan verstoppen, waardoor dat er infarcten ontstaan. Het bloed kan niet verder. Hersenen of andere delen van het lichaam die cruciaal zijn, sterven af, waardoor het dier ook in de problemen geraakt, desoriënteerd geraakt, sterft en strandt. En massale strandingen van die dieren worden op deze manier gerelateerd aan alle types geluid. Ik word er nu eerlijk gezegd wel behoorlijk neerslachtig van en ik zou eigenlijk willen eindigen op een iets vrolijkere noot. Is er ook iets positiefs aan heel deze situatie? We kunnen met geluidsgolven, die veel zwakker zijn, die verdraagd worden door die dieren, maar toch een schrikreactie of toch een waarschuwingsreactie kunnen uitlokken. We kunnen die dieren zeggen van kijk, hier staat iets te gebeuren. We geven ze de tijd om weg te vluchten, stillere oren op te zoeken, vooraleer we het zware werk aanvatten, die zware heipalen en het zware lawaai op zee loslaten. En als de dieren aanspoelen, dat is natuurlijk een klein beetje sneu voor hen, maar voor ons als morfoloog is het een nieuwe kans, een nieuwe opportuniteit die we bij de handen willen aangrijpen. Elk onderzoek dat wij kunnen verrichten op die dieren, ook al zijn ze gestorven, is voor ons een mogelijkheid om onze inzichten te verruimen en bij te dragen aan die kennis die maar ten goede kan komen van hun gezondheid en het leven in de oceaan. Hey, dikke merci om te kijken naar deze video. Vond je hem even interessant als ik, dan mag je die zeker liken, delen en abonneer je op ons kanaal. Wil je nooit meer een video missen? Wil je nog meer onderwater weetjes? Dan heb ik deze video nog voor jou klaarstaan. Heel veel plezier ermee. Salut!